Laten we maar eventjes haar gewoon even in de struiken lopen. Daar ga je! Ga ik met de boswachter mee lopen? Het is zo zielig. Yo, tof dat je kijkt naar een nieuw seizoen van Blindspot, de leukste serie Polstraat ooit. Maar deze keer met wat nieuwe attribuutjes, elementen en andere dingen, zoals een nieuwe wagen. Hoe vet is deze wagen? Het is een Volkswagen bus. En deze aflevering hebben we een speciale gastin. Nina Waring, dames en heren. Oh, wacht, ik heb mijn zonnebril. Dat is niet versteend, toch? Waarom niet? Dat is zo anoniem. Hallo Nina. Hallo Kai. Hoe is die? Ja, nog wel goed. Dit is spannend, hè? Ja, de laatste keer met jou was niet heel leuk. Nee? Nee. Moest je niet? Wat hebben we de laatste keer gedaan? Toen moest ik huilen, omdat jij mij had genaaid. Even een klein fragmentje ervan. Ik ga toch niet met een lampje iemand uit het vliegtuig springen? We doen wel eens gekkere dingen hier, hoor. Je bent genaaid! Niet met je! Oh, oh nee, dat wil ik echt niet. Oh, ik moet huilen. Oh nee. Dat was spectaculair, hè, dames en heren. Nee, dat was heel zielig. Ja. Maar vandaag ga ik het goed maken. Ik hoop het. Of misschien ook niet. Spot, heb je het wel eens gezien vroeger, Blindspot? Ik heb een paar gezien. Oké. Okay. Als ik zoals Kai opeens bij Idols een auditie moet gaan neerzetten, dan moet ik weer huilen, denk ik. Ja. Oh, dit wordt zo genieten, dames en heren. Ik heb hier zoveel zin in. Oké, we gaan gewoon geen tijd meer verspillen. Mag ik een bril? En een blinddoek? En een ding? Dank u wel. En een koptelefoon. Die is zo straks vast. Oké, okay, top. Nien, je gaat deze bril opdoen. Ja. Die moet je ten alle tijde ophouden. Dat is best intens, kan ik je vertellen. Hij geeft af. Oké, okay, prima. Okay, dat top. Heb ik niet gezegd. Wil jij hem even recht houden zo voor je hoofd? Hoppakee. Oh, dit is best wel... Oh, het ruikt ook nog lekker naar verf. Zie je wat? Nee, ja, ik nee. Hoeveel vingersteek op? Ja, weet ik veel. Wat doe ik nu? Hoeveel vingersteek op? Het lijkt alsof ik onder water aan het zwemmen ben. Dat ben je ook. We gaan naar de auto toe. Kom maar, lekker snel. Loop maar, je moet me vertrouwen. Jouw vertrouwen. Je moet me vertrouwen. Je lijkt hem hier staan, hè? Ja, ik vind het nu al niet meer leuk. Kom even hierheen lopen, we moeten oefenen. Nee. Kom even hierheen lopen, volg mijn stem. Nina? Dit is echt doodeng, hè? Nee, je moet wel doorpraten dan. Hallo, hallo, check, check. Grapje. Grapje. Grapje, kom, ik zet je in de auto. Volgens mij wordt ontvoerd. Ja, dat, is ook, dat hoort bij de ervaring. Wat is dit? Dat is de bank. Oh. Daar moet je op zitten, nu zit je er niet op. Ja, gewoon goed zitten. Oké, nou, doei. Doei. Oké, wij gaan vandaag iets leuks doen met Nina. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar ik heb Nina natuurlijk genaaid in matennaaiers. Waarin ze dacht dat ze ging skydiven. Maar aan het einde van de aflevering zei ze dat ze baalde dat ze niet echt had gesprongen. Dus Nina, vandaag hebben we voor jou geregeld dat je gaat skydiven. En ik weet het, misschien is het iets voor de hand liggend, maar no worries. Ik ga haar zorg fokken in haar hoofd dat ze echt niet meer weet wat ze gaat doen. Ja? Wordt lachen. Oké, even kijken hoor, moeten wij. Je ziet helemaal niks, Nien. Ik zie niks. Even voor de zekerheid. Ja, zeker weten. Anders kijk ik wel iets blijer. Ja? Wat denk je dat we gaan doen? Ja, ik heb dus echt geen idee. 0.0? Nee, 0.0. Je stond vanochtend op je uit je bed en denk je niet, nou, dit zullen ze wel geregeld hebben. Nee, want de vorige keer dacht ik ook dat ik iets ging doen wat totaal niet zo was. Dus ik durf me nu nergens meer op te verheugen. Anders word ik weer teleurgesteld. Maar ik denk dat je me niet heel hard weer gaat naaien, maar misschien een beetje. En heb je wel eens voor een heel groot publiek gestaan? Nee. Gaat dit de eerste keer worden, denk je? Wie weet. Zou je het spannend vinden? Ja, maar hangt van wat ik moet doen, man. Kijk, als ik echt zo'n zangauditie opeens moet gaan doen, nou, dan krijg ik echt kortsluiting in mijn hoofd. Oh, een blowfant. Nou, weet je wat? Ik laat je niet de hele tijd in de waan zitten. We gaan niet de hele tijd over het spannende ding praten. Hoe gaat het in je leven? Ben je tevreden? Ja. Ja. Alles onder controle? Alles onder controle. Ik ben gelukkig. Je hebt veel interviews gehad. Wat zou je nou echt een vraag vinden die een interviewer aan je moet stellen die je leuk vindt? In plaats van al die standaardvragen de hele tijd. Weet je, niemand vraagt bijvoorbeeld naar je lievelingsdier. Het is heel standaard, maar niemand vraagt het. Of wat je vroeger wou worden of zo. Wat wou je vroeger worden, Nien? Juf. Juf? Juf. Ja, dat zie ik jou wel ook. Jij bent echt zo'n groep 3, vrouw, of groep 2. Ja, ik hou van kinderen. Ik wil later ook heel veel kinderen als het kan. Oh shit, we komen in de buurt trouwens. Oh mijn god. Oh mijn god.
Kai! Ja, jongens, het gaat helemaal goed. Kai! Oh, spannend! Ja, ik moet echt zo'n zenuwplasje doen, weet je wel. Echt? Ja, ken je dat? Ja, nee, bij mij gaat het meestal wordt een zenuwkakje meestal. Zenuwkakje, ik moet zenuwplasje. Oh, we zijn er. Holy shit, dit is sick. Ik word helemaal kruidig. Oké, Nien. Oké, Nien, uitstappen! Uitstappen nu! Kom maar hier zo, volg mij maar. Ja, pak mijn hand maar. Prima. Nina, waar denk je dat je bent? Dit kan echt overal zijn. Voel je dit? Maar buiten. Wat denk je dat het is? Het is geen levend beest, hè? Straks knijp ik hem dood. Nee, je knijpt niet dood. Ik ga je heel zachtjes laten voelen. Je knijpt dus, het is een levend dier. Je mag je blinddoek afdoen. Nina, je gaat vandaag auto's wassen. En je mag maar dit dat shirt, kan ik wel. Je mag dit shirt even aantrekken. Jij dus gaat helpen, toch? Nee, jij gaat het shirtje even aantrekken en dan zet ik de auto even daar neer. En dan mag je hem lekker afspoelen en even schrobben. Lekker wassen, Nien. Niet doen! Niet doen! Goed zo, Nien. Gaat goed! Was hem maar lekker goed. Dit ga je dus met alle auto's doen. Doe normaal. Nee, dit was niet je blindspot. Maar wel dankjewel dat je even mijn auto hebt gewassen. Klootzak ben jij. We gaan verder rijden. Dit was het niet. Nee. Ik dacht, als dit het is, dan valt het wel mee. Dit is het niet. Gaan we weer zitten. En nou, dat was een avontuurtje, hè? Ik moet jou echt beter raken, man. Waarom? Ja, gewoon, ik ga nu iets doen wat ik niet leuk ga vinden, denk ik. Oh, als je wist wat er ging komen, jongen, dan had je hier een hint. Echt niet gezeten. Wil je een hint? Het heeft iets te maken met heel veel stemgeluid gebruiken. Ik wil niet zingen hoor. Ja, je hebt niet heel veel te willen eigenlijk. Ik vind het zo spannend voor jou. Oh, ik hoop echt dat het goed gaat komen. En moet ik je tip geven? Het kan heel hard bijten. Heel hard bijten? Maar dat hoeft niet per se beest te zijn. Het kan ook dat je zuur over mijn arm heen krijgt. Nee, dat is niet verantwoord. Nee, maar of kan... we gaan met de haaien zwemmen of zo. Het kan echt, echt heel hard bijten. Of dat je zo'n politiehandschoen aan hebt. Om die dan grijpen. En mijn stem, dan gil ik, dus het kan wel. Je komt wel heel dicht in de buurt nu. Misschien moet ik wel ophouden met praten. Nou, Kai. Hebben jullie eens van het fenomeen gehoord? Bijten de springhaan. Er is ook een gezegde voor. Pak een springhaan nooit bij de vleugel, anders bijt hij je vinger eraf. Nou, normaal. Ken je dat niet? Weet je wel echt wat ik ook niet leuk zou vinden? Dat je in zo'n wespen- en bijen-ding gaat. Een imker, vet. Ik weet ook niet wat voor gezicht jij trekt, dat is heel irritant. Wat denk je dat ik voor gezicht trek? Ja, lachgezicht. Ruik je? Nee, ik ruik niks. Je zou nu wat moeten ruiken. Jij hebt me al zoveel verschillende hints gegeven, dat mijn kamertje mijn hoofd borstuiting heeft. Oh jezus. Loopt hier een koe terug. Oh, gaan we koeien melken? Dat kan ik wel. Tijd om je oortjes in te doen. Oh, niet doen. Ga ook iets achter. Zo? Jij krijgt. Die lacht die van mijn gezicht. Oh, wat een erg muziek, hè. Ik heb er eigen muziek op, hè. Dit is niet mijn muziek. Spanningsopbouw, dames en heren. Horen jullie de spannende muziek al? Ik hoor hem wel, de spannende muziek. Ze gaat dit zo eng vinden. Oh, koeiengeur. Oké, we zijn aangekomen op locatie. Nina heeft helemaal niks door. We gaan Nina nu eventjes lekker helemaal gek maken. Nina! Jezus, Kai. Ze heeft nog helemaal niks door. Ik hoor niks. Ook niks. Wat jij straks gaat doen, Nien, dat durft niemand. Welkom in de feesten. En jij moet het gaan doen. Je gaat zo hard gillen. Komt helemaal goed, Nien. Oké, nou, laten we maar eventjes haar gewoon even in de struiken lopen. Daar ga je! Ga ik met de boswachter mee lopen? Het is zo zielig. Moet ik mijn bril afdoen? Nee! Oh, ik vind het toch een beetje eng. Komt allemaal goed. Ik weet niet wat we gaan doen. Hallo. Ze krijgt even een harnasje om, neem ik aan. Ja, dat klopt. Waarom denk ik ook maar weer ja? Ik ga niet busjumpen, hè? Vaak in een Formule 1 auto. Ik vind het echt super spannend voor haar. Wat ga ik doen? Wat ga je doen? Hier. Beide benen erop staan. En dan hier omdraaien. Oké, Nina, dit is jouw moment. Je hebt je zo lang op gewacht. Ze is helemaal aan het trillen. Nina,
Ja. Ik hou je niet langer in spanning, dus je mag hem afdoen. Nee, je mag hem afdoen. Je gaat parachute springen. Ja, echt? Ja. Oh, dat vind ik zo leuk! Leuk, hè? Oh, dat vind ik fucking leuk, man! En je krijgt alle training, dat is je piloot. Hallo. En je gaat maar ik springen. Ben echt ook fucking bang. Nee, dat komt helemaal goed. Ga ik nu wel echt springen? Je gaat nu echt springen. Echt? Ja. Lekker kaartje! Het gaat wel allemaal nu gebeuren. Oké. Okay. Dus ik wens je heel veel succes en dank ik zie je straks op de grond, ja? Ja. Doei. Doei. Vliegt Nina nu letterlijk gewoon boven mij? Zou dat Nina zijn daar? Nina! Wow, ze doet een looping gek! What the fuck? Nina! God, ze gaat recht op me af. Hoe was het? Oh ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Hoezo niet? Mijn ogen zitten nog een beetje dicht. Echt? Ja. Dat was vet. Ja. Holy crap, je deed nou een looping naar boven? Ja. Was we gingen zo... Ja, ik zag het. Je ging over de kop leken wel. Die vrijval is echt teringeng. Ja? Mijn god, hé. Ik dacht echt... Ik weet niet, ik had mijn ogen wel open, maar ik had niet al door mijn ogen open. Ik weet niet wat ik aan het doen was eigenlijk. Schreeuwde ze heel erg? Nee, ze deed echt fantastisch. Ja? Lekker relaxed, ze ging helemaal mee en alles. Echt super. Ik wou dit ook vet graag. Ik ben echt trots op je. Ik ben echt trots op je. Ja. Ja, ik heb mijn belofte waar gemaakt, toch? Ja, lekker kaartje. Ongelooflijk bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog, durf abonneren. Zeg even dat Nina een super stoere meid is, want ze heeft het super goed gedaan. En volgende week weer een nieuwe Blindspot. Fucking vet. Tot dan. Woehoe! Lekker. Dan. Ja, maar die vrije val was echt hard, man. Maar ook, wat ging er doorheen toen je soort van zo half uit dat vliegtuig hing? Nee, maar dat wat ik dacht, dat ga ik eng vinden. Maar je mag niet zo met je hoofd naar beneden kijken, ja. Dus je kijkt gewoon zo naar boven? Ja, een beetje opzij. En toen dacht ik al, ja, ik ben toch al fucked dit. Gewoon zitten. Maar ik snap wel dat mensen hier verslaafd aan kunnen raken.